Waar ik het meest onzeker over ben. Jij moet een kont hebben, toch? Oh ja, dat is waar. Heb ik je dag nu gemaakt? Ja. Als ik mijn broek omlaag doe, is het ook goed, toch? En ik heb iets ontdekt dat niet zo heel erg leuk is. Butt naked, je ziet gewoon al. Jeetje, hallo! 44! Vergeten. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Hey, hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En ik dacht, omdat ik vorige week was het helemaal mislukt, die 6 dagen. Nou, helemaal mislukt. Er was wel iets verbetering. Maar ik denk dat ik gewoon niet realistisch genoeg was of zo. Dat ik gewoon te positief erin ging. Dus ik dacht, ik ga een hele nieuwe doel stellen. Ik doe het gewoon wat langer over. Ik geef mezelf gewoon wat meer maanden de tijd. Maar wel allemaal in het teken van een dikker booty en een plattere buik. Dus wat ik nu ga doen, is jullie meenemen naar mijn doel. Een dikkere booty en een plattere buik. Een nieuw pakketje binnen. Woep woep. Nick die gaat vanavond mijn maten opmeten. Oh my god. Daar ben ik wel echt super onzeker over. Want ik had al op mijn Instagram gezegd dat ik best wel wat vetjes heb. En ik kan ze heel goed verbergen. Maar ik heb ze dus echt wel hoor. Ik begin gewoon naked, butt naked. Je ziet gewoon alles. Bam 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 bam. Knallen er tegenaan. En dan gaan we zien de weg ernaartoe hoe het gaat. Ik heb mijn eten ook al aangepast. En ja, ik laat het allemaal wel gedurende de week zien. Maar ja, dat is dus mijn doel. En daar ga ik voor. Yes, let's do this. Als je echt, echt die motivatie wil hebben om te gaan sporten, moet je een nieuw setje kopen. En dat heb ik dus nu gedaan. Ik heb een nieuw Gymshark setje gekocht. Die ga ik nu uitpakken en even aanpassen. Let's open it. Voilà! En waar ik het meest onzeker over ben. Wacht, ik ga het laten zien. Dit hier. Dit. Wat? Zijkant ook. Ja. Shit happens. Ik ga even mijn pakje aandoen. Zo zit hij voor de rest wel. Echt. Perfecto. Dit stukje. Die onderbuik is echt. Oh, I hate onderbuik. Het gaat zo moeilijk weg. Ik ben wel blij met het setje op zich. Jongens, jongens, jongens. Werk aan de winkel. Ik zei het al, als je te veel gezond eet, dan word je ook gewoon dik. Maar ik at gewoon op een gegeven moment veel te veel van alles. En ik zei al van, Mer, je eet wel heel erg veel. En ik dacht, ja, fuck it. En nu is het bewijs daar inderdaad. Ik heb te veel gegeten. Met mijn voeding erbij moet het goed komen. Want ik had met trainer in mijn sportschool gesproken en die zei ook van, weet je, je eten is al perfect. Alleen iets minder. Okay. En je moet erbij sporten. Als je niet beweegt, dan kan je ook niet zoveel calorieën innemen als dat ik doe. Want ik zat de hele tijd te kutten met dat ding en dat hielp gewoon niet. Die achterkant vind ik echt bazen, bazen, bazen. Dat is helemaal goed. Super zenuwachtig om mijn maten te weten. Ja, ik vind dat nogal een ding hoor. Dus ik ga nu even eten maken. Ik heb een shitload aan bloemkool erop. Of nee, bloemkool? Spruiten. Kijk, is hier wel een pan. Er zijn echt veel spruiten. Maar ja, dat gaan we. Ik heb er wel even een laurierblaadje bij gedaan. En een bouillonblokje. Anders vind ik het echt niet lekker. Tomorrow, bosje. Hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag. En ik zou gisteren eigenlijk mijn maten opmeten, maar ik had het niet gedaan. Want ik was moe en ik was slaapgevallen. Sorry. Maar ik ga het dus nu doen. Nick is boven. Ik heb de weegschaal. Ik heb wel mijn kleren gewoon aan, maar ik denk dat ik mijn broek dan maar even uitdoe. En dat dan, ja, omlaag hou of zo. Ik weet niet hoe ik dat precies ga doen. En dan is het spannende moment. En wegen. Oh, ik haat wegen. Wegen is echt niet mijn best friend. Not. Waar is het medelintje? Dat weet ik niet. Want die lag hier. Oh, die heb ik in dat bakje daar gedaan. Als ik mijn broek omlaag doe, is het ook goed, toch? Gewoon uit. Ja, hallo. Gewoon uit en dan lekker naar. Ja, we weten dat jij al strak weggooide. Nu ik nog. Oké. Oké. Okay. Het gaat om mij nu. Zo. Hoeveel? Jeetje, hallo. 44. Daar je
70. Oké, okay. Schrijf jij het op? Waar mijn pen? 70, dat zijn mijn armen. Sta ik hier in mijn body. Ik had natuurlijk al mijn billen getraind, dus ze zullen allemaal iets groter zijn, denk ik. Heup? 95. Heb jij ook 95 dan? Heb ik net zo'n dikke heup als jij? Ik heb 100. Oh, dat is maar 5 centimeter. Dan heb ik net zo'n brede heup als jou. Ja, jij bent de vrouw. Jij moet een kont hebben, toch? Oh ja, dat is waar. Het is een nello, normaal en nello. Nu wil ik niet eens horen, die is zo groot. 55. Ik weet niet of ik dit allemaal wil. Ik begin langzaam. Ik heb 56, denk ik. Hoe dan? Dus ik heb nog dikkere benen dan nee, jij? Nee, ik heb 56. Ja, ik heb 55. Dat is 1 centimeter. Ja, dus heb je niet dikkere. Ja, maar het scheelt ook niet veel. Eet je 40? Nou, nah, lullig. Wat is dat, mijn? BMI. 32. Hoeveel was hij de vorige keer? Volgens mij 34. Dat is wel vet weg. Wat is dat? Calorieën. Mag ik dat? Ja. Viscaraal vet. Zo. Vet rond je organen, dus blijkbaar heb je wat vet verloren ten opzichte van de vorige keer. Nu heb ik die knop ineens omgezet of zo in mijn hoofd. Van, nou, kom op Mer, we gaan er nu weer voor. Ik heb het heel lang genegeerd, zeg maar, dat ik aankwam en zo. Toen dacht ik, nou ja, zal wel. Maar uiteindelijk denk ik, nee, come on. Kom op. Iedere dinsdag ga ik mezelf wegen en opmeten van mijn taille en alles. Ga maar fietsen. Lekker vitamine D opdoen. Heerlijk, zegt mama. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Er zit nog eten langs mijn mond, I know, I'm sorry. Het is super lekker weer, het zonnetje schijnt. Ja, ik had vanochtend al gesport, maar ik was mijn camera vergeten. Ik had niet echt mijn workout kunnen laten zien, maar morgen ga ik toch weer sporten en de rest van de week ook. Dus ja, je zal vast wel wat voorbij zien komen. Oh, echt, het was hemels. Ik ga het in mijn What I Eat in a Day video laten zien, dus ik ga nu niet te veel. Maar hij komt al online meer, oh ja. Maar het was super lekker. Het was met pindakaas en sambal. En het leek net op pindasaus, maar dan een beetje healthier met water erbij. Het was echt, echt heel erg lekker. Ja! Nu wil ik jou. Ja, wat is er? Niks. Kijk gewoon naar hoe knap je bent. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Heb ik je dag nu gemaakt? Ja. Eerst gaan we naar de Madurodam en daarna naar de Tweede Kamer. Ja, en papa gaat mee met jullie. Gezellig. Papa is echt een mama eigenlijk. Van ons. Die takjes moeten niet in huis. Ja, gaan we fietsen. Ja. Kitty. Oh. Ja. Ga je liggen op de grond? Kom eens hier. Goed zo, maar lekker hier bij de vrouw. Waarom wordt de vrouw heel boos? Wordt de vrouw heel boos? Ja. Ben je moe? Ah, ja. Waar gaan we naartoe? We gaan naar juf Kelly toe. Goed zo. En welke dag is het vandaag? Vrijdag. Nee, donderdag. Donderdag. Morgen is het vrijdag. Kijk, ja. Hij is een brandweer. Zit er met ook op. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag en ik heb net de jongens naar school gebracht. Ik ga nu lekker sporten. Nou, ik moet eerst wachten tot Nick terugkomt, want die is eerst gaan sporten. En daarna ga ik. Ik ga vandaag met iemand mee sporten, dus het zou me benieuwen. Ik denk dat ik weer afgemaakt word en doodga, maar ja, dat maakt niet uit. Ik had al ontbijt gehad, maar dat kreeg ik niet echt lekker weg. Het was een beetje druk. Dus ik denk dat ik na het sporten gewoon uitgebreid even lekker wat ga eten. Ik heb echt spierpijn, jongen. Echt niet helemaal mijn benen.
voel inderdaad echt van die zure, zure stokken. Die half mee bewegen, maar toch ook niet zoiets van, soort van. Ja hoor, daar gaan we weer. Ik ga nu lekker hier chill editen. Ik heb ook net even lekker gedoucht. Ik stonk gewoon. Ik stonk echt mega erg naar zweet. Oh my god. Dat is echt ernstig. Ik ga nu lekker editen, want ik moet nog een hele video editen. En ik ga vanavond Mackey eten. Zolang ik maar gewoon bij mijn calorieën blijf, kan ik gewoon Mackey eten. Ik heb super veel zin in Mackey. Ik had al echt 2 weken zin in Mackey. Ik was net in de sportschool, dus ik was naar mijn workout aan het doen en ik werd opeens misselijk. Dus het was helemaal niet echt lekker. Het ging niet zo lekker vandaag. Dat haat ik. Maar ik ben wel doorgegaan, dat wel. Ik heb echt alles gegeven wat ik had in mijn lichaam. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van... Pff. Mijn haar is trouwens ook echt charming. Kijk, al die krullies die hier zo... Sorry. Ook zo lekker. Maar ja... Dus ik kan lekker de hele dag verder. Love that. 6.5 hours later. Oeh, lekker. Dat was echt zo super lekker. En ja, Zeno die was een beetje depressief. Zeno, je Zeno was heel depressief. Want hij wilde niet meer naar buiten. Je was chagrijnig, hè? Zeno koekje? Hey, een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag en ik heb iets ontdekt wat niet zo heel erg leuk is. Ik ben overigens niet gaan sporten vandaag, want ik moet echt mijn spieren wat rust geven. Maar ik keek net bij Zeno's kontje en er zit iets waar ik niet zo blij mee ben. En ik weet niet wat het is, dus ik heb net de dierenarts gebeld. Zeno, kom eens. Ik zal het even laten zien. Kijk, dit is het dus. En ik vond Zeno de laatste paar dagen al een beetje stilletjes en niet echt willen spelen en zo. Dus ik vond het al een beetje raar dat hij zich zo gedraagt. Maar ik dacht, wat is er nou met hem aan de hand? Een hele rare bloedblaarachtig iets ding op zijn kont heeft. Zo meteen een afspraak bij de dierenarts en dan gaan ze er meteen naar kijken. Man. Zeno. Het was tot nou, hè. Zo, ik ben net terug van de dierenarts en Zeno heeft dus echt een hele dikke ontsteking aan zijn kont. Zijn klier of zo. Ik heb nu antibiotica voor hem gekregen en een pijnstiller. En ik ga nu daar even zijn kontje wassen, want er loopt iedere keer nog bloed uit. Ja, het is echt heel erg ranzig. Maar ja, dat was dus de reden waarom hij zo depri was de laatste paar dagen. En volgens die vrouw had hij misschien ook wel koorts gehad en zo. En, oh. Maar ik ga nu in ieder geval zijn kont wassen. Jee, echt het leukste werk ever. Not. Maar ja. Gaan we kontje wassen? Gaan we kontje wassen? Hey. Hallo, wat doe je? Hallo. Hallo, ben je wakker? Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zaterdag. En ik was al een tijdje wakker, want ik was al naar LS voetbal gegaan. Maar Memphis had er niet zoveel zin in. Die begon te huilen en te janken. Dus ik ben weer terug naar huis gegaan met hem. En dadelijk komt mijn schoonmoeder oppassen. En dan kan ik toch nog even die kant op gaan. Zeno gaat ook een stuk beter. Gisteren was hij naar de dierenarts, hebben ze het weggehaald. Nu heeft hij medicijnen. Ik zal even laten zien welke dat zijn. Antibiotica kuur en dit is een pijnstiller. Deze heb ik ook nieuw. Ik weet nog niet of ik hem ga houden. Ik ga hem zo even aanpassen. En dan ga ik het even checken. Oké, dit is hem. En hij zit hierboven best wel strak, moet ik zeggen hoor. Maar ik denk wel dat ik er blij mee ben. Ik denk wel dat ik hem ga houden. Ik vind het wel heel leuk namelijk. Ja, ik ga hem houden. Ik vind hem wel heel erg leuk. Ik wilde eigenlijk die neon gele hebben, maar die was overal helemaal uitverkocht. En toen dacht ik, goh, laat me 32 bestellen. Maar ik kom helemaal nooit 32. Ik weet ook niet waarom ik dat soort dingen dan doe.
Ja, voor de zomervakantie gaat dit hem worden. Oké, ik ben eindelijk onderweg. Hè. Ik heb Memphis net afgezet en nu ben ik aan het rijden. Dus yes. Ik ben er klaar voor. Oh, ik heb net het hele huis heel snel schoongemaakt. Oh, de schoen. Ik ga verder. A few inches later. Ik heb hem gemaakt. Ja. Oké, we zijn net klaar met voetbal. En wij gaan nu even lekker wat eten bij Van der Valk. Ik heb mega honger ook, want ik heb heel weinig gegeten vandaag. Ik ben echt een superlijke label. Ik hoop dat ik een liefde. Dus wij gaan nu lekker wat happen bij de Aan van de Valk. Voetbal is echt een ravage. We waren echt heel erg laatst op zo ergens. Ik heb 2 dagen rust genomen en ik denk ook dat mijn spieren dat echt nodig hadden. Ik heb nu minder spierpijn. En morgen ga ik weer knallen. Memphis? Ja? Heb je honger? Ja. Oh. Is lekker? Ja, we gaan zo. Papa, even thee op drinken. Ja, papa. Kijk. Hey, goedemorgen. Het is zondag. Oh, mijn haar is echt geen kut. Wacht even. En ik dacht, laat ik maar eens op de vragen gaan beantwoorden die ik op mijn Instagram had gekregen. Oké, met wie zou jij een dag willen ruilen? Dat is een goede vraag. Dat iedereen mag zijn, zou ik voor Jennifer Lopez gaan. Ik zou wel willen weten hoe haar leven eruit ziet voor een dag. Heb je naast YouTube ook nog een baan? Zo ja. Wat voor? Ik doe heel veel YouTube en heel veel video bewerken en dat soort dingen. En mijn kindjes verzorgen en het huis schoonmaken en alles en nog wat, dat soort dingen. Ga je ooit een meeting doen? Nou, dat weet je toch niet hoor. Ik denk dat ik dan helemaal verlegen word of zo ergens. Ik ben vrij snel verlegen. Dus ik weet niet. Weet ik nog niet. Kan ik nog geen antwoord op geven? Misschien later wel. Ben je thuisblijfmoeder of heb je nog een baan? Nou, ik ben dus thuisblijfmoeder. Zou je nog een meisje willen nu je 2 jongens hebt? Weet ik nog niet of ik nog überhaupt nog een kindje erbij wil. Nee, ik heb nog steeds niet zoiets van, oh, ik moet nu. Nee, dat gevoel moet er wel zijn. Dus voor nu nog niet. Denk je ooit nog van mij en Nick te kunnen winnen met Kezen? Nou, dat denk ik wel. En hoeveel ik weeg? Ik weeg nu 55. Of wij een baan hebben. Oh, dus, nou, ik had al verteld dat ik huismoeder ben en mijn YouTube doe en zo. En Nick, die heeft zijn eigen bedrijf en die werkt heel veel vanuit huis. En dat waren weer de vragen. Superleuk. Ik ga nu daar sporten en mezelf weer helemaal doodmaken. Yay! A few inches later. Wij hebben muntthee met groene thee gecombineerd. En omdat we geen honing mogen of iets van zoetigheid, dacht ik, dan doe ik maar een extra takje. Ik ga nu eventjes boodschappen doen voor de hele week met Nick samen er op het bankie. Sporten ging vandaag goed. Ik denk dat ik 2 uurtjes gesport heb vandaag. Ja, voelde ook wel lekker. Ik was helemaal in mijn mood. Maar je moet je medicijntjes nemen, schat. Ja, anders word je niet beter. Oh ja. Ja, die bedoel ik. Of wil je dat niet? Moet je het even zeggen? Iets anders? Nou, jij wil hem graag, hè? Nee, dan doen we iets anders. Dan maak ik dat wel een andere keer. Ik doe het die week erop. Ik wil even bij mijn moeder ook zoeken en dat soort dingen. Oh ja. Echt een Memphis actie. Meanwhile. Zo, dit was alweer het einde van mijn weekvlog. Vind je het een leuke video? Vergeet geen duimpje omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door hieronder te klikken. En morgen ga ik weer mijn maten opmeten. Misschien is er wat af, misschien niet. We shall see. Maar dat zie je dan volgende week in een nieuwe weekvlog. Dus dan zie ik jullie dan. I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you.
If I told you just how I felt, but I can't help it. I'm falling for you, and I can't quit.